Moet ik misschien nu al beginnen met vloggen? Ik heb gewonnen met bierpong. Mijn team heeft gewonnen met bierpong. Dat ik iedere keer als ik iets probeer tegen een muur aanloop. Hey, ik ben Felicia van Leeuwen. Ik ben 25 jaar. Ik ben chronisch ziek en biseksueel. Vandaar naam chronisch bi. En welkom bij deze nieuwe weekvlog. De eerste weekvlog van 2023. Intent. En ik zat dus te denken, ja, als ik in 2023 weer wil weekvloggen en dus iedere week een vlog online wil zetten, dus ook in de eerste week van 2023, moet ik misschien nu al beginnen met vloggen. Dus onderdak. Ik heb vorige week keelontsteking gehad, daar heb ik nog steeds last van. Dat is echt heel kut, kan ik je vertellen. Ik leef deels op pijnstillers. Ja, ik vind het een beetje lastig. Ik vlog dus met de andere kant van mijn telefoon. Omdat het iets hoger kwaliteit is. En ik twijfel een beetje of ik dus mijn oude telefoon ga gebruiken als vlogcamera. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Mijn arm wordt moe. Ik ben niet meer gewend op de vloggen. Wat erg. Ik ga vandaag naar een concert. Ik ga naar het concert van Maxine. Of Maxine. Ik moet nog steeds bedenken wat ik aan ga doen. Oh, en het is de 29e december. Oké, ik word moe. Dit is toch wel makkelijker filmen. Ik hoop dat dit ook een beetje dezelfde kwaliteit heeft. Ik denk het niet. Het enige wat ik heel kut vind is dat ik helemaal onder de uitslag zit in mijn gezicht. Dat vind ik niet zo leuk. Ja, ik moet dus nog bedenken wat ik aan ga doen. Ik zat opgeroepen om iets met glitters aan te doen. Ik ben gisteren bij een kilo, vintage kilo ding geweest. En daar hadden ze niet echt dingen met glitter die in mij stonden. Dus ik heb niet echt iets glitterigs. Behalve dan een panty met stipjes. Dus ik moet nog even bedenken wat ik aan ga doen. Ja, dat. Ik weet niet waarom ik daar naartoe liep. Zit hier alcohol in het lichaam? Het is alcohol! Nou, dit gaat alcohol van het lichaam. Oh, heerlijk. Wacht, ik ga het gelijk even mee. Zou ik die ook mee in acht nemen of wil je diepen? Mag ik diepen? Oh, dankjewel. Ja, precies. Oh, wat lief. Dankjewel. Zo cute. Dankjewel. Wacht, ik leg het even achter. Zo cute. Ja, want dit is natuurlijk een beetje de... Oh, wacht, dit is niet slim. Dit is natuurlijk een beetje de nieuwjaarsshow. Want het is natuurlijk bijna oud en nieuw. Dus vandaar alle glitters en... Hallo, ik lig op bed. Ik heb vandaag tot 4:30 geslapen. Ja, 4:30. En het is nu 7:45. Ik heb gisteren oud en nieuw gevierd. Eerst met mijn ouders en hun vrienden. Daar hebben we heel leuk gegourmet. Dat was heel gezellig. En daarna ben ik nog... Ik dacht, oh, ik ga nog even een uurtje naar Catena. En toen was ik pas om 7:00 thuis. Ja. Dus ik heb nu, naast dat ik brak ben, ook heel erg last van mijn fibro. Het was wel echt onwijs gezellig. Ik heb gewonnen met bierpong. Mijn team heeft gewonnen met bierpong. Ja, ja. Geen idee hoe ik dat voor elkaar heb gekregen, maar hey. Maar ik ben nu heel moe. Ik heb heel veel pijn. Ik heb eigenlijk net niets in huis om avond te eten. Maar ik heb wel pasta saus bijvoorbeeld in de vriezer, maar geen pasta. Voor andere dingen, daar moet ik nog groenten aan toevoegen, maar die heb ik ook niet in huis. Dus ik ben nu een beetje met mezelf aan het
twijfelen of ik pizza ga bestellen of niet. Kost wel weer geld natuurlijk. Aan de andere kant, ik moet wel eten. En op zich zijn er ook wel goede pizza's glutenvrij verkrijgbaar. Alleen dat is gewoon wat duurder. En een normale pizza is lekkerder. Maar als ik nu ook nog gluten ga eten, dan ben ik morgen ook nog steeds helemaal van de kaart. Waarschijnlijk ben ik morgen nog steeds helemaal van de kaart. Maar mijn keelontsteking lijkt iets minder. Dus ik ga gelijk even afkloppen. Ik lig nu lekker in bed. Terwijl ik het laatste seizoen van, hoe heet het? Sleepy Hollow kijk. Met mijn nieuwe bedtafeltje. Dat is super chill. Met Takkie. Hey Takkie. Ja, Takkie. En ik denk dat ik inderdaad maar pizza. Ik denk dat ik inderdaad maar pizza ga bestellen. Zo, ik heb eindelijk de laatste dagen van de thee adventkalender geproefd. Op 3 januari. I know. Het is afgerond, het staat online. Mijn stem is echt verrot op dit moment. De keelontsteking voelt wel een stuk minder, dat is wel echt heel fijn. Ja, dat duurt nog even voordat ik weer bij stem mag. Maar ik bedenk me dus net dat ik eigenlijk vandaag boodschappen had moeten doen. Maar vanmorgen voelde ik me echt heel moe nog. Ik denk gewoon dat ik nog steeds last had van tot 7 uur opblijven tijdens Oud en Nieuw. Oh, praten doet wel pijn, man. Damn. Okay. Er is waarschijnlijk geen keelontsteking meer. Mijn keel is nog heel rauw en geïrriteerd. En ja. Zo, dat was alweer de eerste weekvlog van 2023. Althans, het meeste van deze vlogs is nog in 2022. Maar er is wel iets. Ik pak het er heel even. Oh, ik heb het er weggeklikt. Af en toe is mijn hoofd niet vast. Er is wel iets waarbij ik jullie moet bijpraten, een soort van. Ja, ik merk, en dat vind ik heel moeilijk om toe te geven, dat de studie die ik op dit moment doe niet iets is waar ik blij van word. Dat ik het eigenlijk, dat ik daar niet leer wat ik zou willen leren. En wat ik zou willen leren gaat meer richting journalistiek, media, mensen interviewen, goed onderzoek doen. De dingen die we leren zijn heel erg kunstgeschiedenis gefocust. En ik had verwacht dat dat wat algemener zou zijn bij de vakken die iedereen eigenlijk moet doen. Dus ik heb vorige week een mail gestuurd naar mijn studiecoördinator over hoe het zit met wisselen van studie. Nu wist ik ook wel dat je niet halverwege het jaar kan wisselen van studie. Maar mijn begeleider wilde dat wel gevraagd hebben voor de zekerheid. En zij adviseert mij eigenlijk, mijn studiecoördinator, om te gaan kijken naar deeltijdstudies. En dat snap ik heel goed, want ik doe de studie nu ook maar voor de helft van de tijd. En op dit moment, als je een fulltime studie de helft van de tijd doet, haal je de punten niet om je eerste jaar te kunnen halen. En bij een deeltijdstudie ligt die puntenlast gewoon lager. Het lastige is alleen dat je bij een deeltijdstudie geen studiefinanciering krijgt. Je dat uit eigen zak zou moeten betalen. Daar komt dus ook bij dat ik dus weer terug zou moeten naar de bijstand. En toen ik vorig jaar, we hebben het over begin 2022, eind 2021, ging kijken naar wat zijn de opties om binnen mijn bijstand deeltijd te gaan studeren, werd er eigenlijk vrij snel gezegd, er is geen geld voor. En in principe willen we dat niet, want dat kan de uren die je daadwerkelijk kan werken inperken. Als iemand anders het voor mij zou betalen, zou dat eventueel gezien kunnen worden als inkomsten en zou dat dus weer ingehouden kunnen worden op mijn bijstand. Dat is best wel pittig, want
voordat ik ging studeren, kwam ik met mijn bijstand eigenlijk niet rond. Dat komt door de hogere prijzen, doordat ik glutenvrij moet eten. En de regels in Leiden zijn zodanig streng dat als ik in de bijstand zit, ik geen hulp van familie mag ontvangen. Op financieel vlak of van boodschappen of wat dan ook. Als ik weer in de bijstand zou zitten, dan zou ik het kleine beetje spaargeld dat ik nu iedere maand heb, op moeten maken. En kan ik weer niet sparen? Kan ik geen leuke dingen doen? Ik kan dan gewoon heel veel niet meer. Laat staan zelfs die studie betalen. En familie mag dus ook niet voor mij betalen. Ja, het is gewoon zo frustrerend dat ik wel heel graag wil, maar dat ik door het systeem het naar mijn gevoel niet kan doen. Morgen ga ik samen met mama ervoor zitten en kijken wat mijn opties zijn en wat er mogelijk is. En ga ik ook een mailtje terugsturen naar mijn studiecoördinator met dat verhaal erin dat ik zou wel deeltijd willen doen, maar dat kan niet, financieel gezien. En dat is gewoon super kut. Ik wil niet stoppen met studeren, want ik wil juist de dingen leren die ik in zou kunnen zetten om uiteindelijk iets als journalistiek te kunnen gaan doen. Maar dat ik iedere keer als ik iets probeer tegen een muur aanloop. Het is gewoon zo kut. Ik wou gewoon dat ik. En daarbij komt ook dat de studies die ik interessant vind of wat ik zou willen doen hier in Leiden eigenlijk niet zijn. Maar hier in Leiden, als het om de hoek is, doe ik de studie maar halftijds. Laat staan als ik eerst nog 30 à 40 minuten zou moeten reizen naar waar de studie gegeven wordt. En verhuizen naar een andere plek is geen optie, want ik kan niet in een studentenhuis wonen. En laten we eerlijk zijn, de huizenmarkt is gewoon fucking kut op dit moment. En het voelt gewoon zo erg op dit moment alsof het universum dit doet. En dat is gewoon super kut. Ik wil niet terug naar de bijstand. Ik wil niet terug naar de continue angst. Of ik het deze maand wel red. De continue angst. Over geld. En overal. Dat je dingen stiekem moet gaan doen of zo. Het geeft gewoon zoveel stress. Ja. Het is niet een heel leuk einde van de week, van de eerste week vlog, maar het is wel iets wat hoort bij mijn proces en waar ik jullie bij wil betrekken. Ik bouw gewoon heel erg van het systeem. Dus dat. Ik hoop dat jullie wel blij zijn dat ik weer terug ben met weekvlogs. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je op de hoogte blijft van iedere weekvlog die nu online gaat komen. En dan hoop ik jullie gewoon volgende week weer te zien.